Over zorg, over wonen en over gemeentelijke herindelingen.
Zorg is nog een nieuw onderwerp voor mij. Het is heel erg breed. Van langdurige zorg tot medisch-ethische onderwerpen, tot de ziekenhuizen. En ja, ik moet heel veel leren. Tot nu toe, mijn ervaring met doof mensen is ook heel erg beperkt. Ik heb in mijn hoedanigheid als Kamerlid heb ik kinderen ontmoet die een cochleaire implantaat hebben. Maar dat is al mijn ervaring die ik heb. Dus ik hoop hier vanavond heel veel te leren en ervaringen op te doen die ik mee kan nemen naar de Tweede Kamer. Dat is al een applaus. De meerderheid beslist en de minderheid is de dupe. Wie wil daar reageren? Geld is natuurlijk belangrijk om dingen mogelijk te maken. Maar als we kijken naar de stelling, de meerderheid en de minderheid, dan zal ook van belang zijn dat de meerderheid het tussen de oren heeft, weet hoe het zit met de minderheid. En nu het geld een beetje wegvalt door bezuinigingen, wat zouden we op dat punt kunnen bereiken om bij de meerderheid beter tussen de oren te krijgen waar de minderheid, doven in dit geval, tegenaan lopen? Wie zou daarop kunnen reageren? De meerderheid beslist, dat blijft, hè, als voorbeeld, morgen, hè, de gebarenpieten, nou, die zijn nu weg. De doove kinderen, het plezier voor de doove kinderen wordt gewoon weggenomen. Dat wordt gewoon in het doofpot gedaan, dus de meerderheid beslist, sorry, het is niet leuk. Nee. Ik denk in onze democratie. In onze democratie zit natuurlijk besloten dat de meerderheid beslist. Mm-hmm. Alleen het is wel de bedoeling van de democratie dat de meerderheid ook in het belang van de minderheid dingen kan beslissen. Ja. En hoe krijgen we dat nu goed doordrongen bij die meerderheid?